Ah, Nele, ik ben blij dat je er bent. Hier is de lijst voor deze week. Voilà. Dat is het. Alsjeblieft. Oh, Roger, dat is wel een heel lange lijst, hoor. Ja, zoveel is dat nu toch niet. En die dingen moeten wel gebeuren, hè. Ja, maar dat is... Ik begrijp dat je dat allemaal in orde wilt, maar ik heb ook maar twee handen, hè. En ik heb ook nog andere cliënten te doen. En ik kom hier 4 uur per week. Ja, maar je gaat me daarmee toch niet laten zitten, hè. Die dingen moeten gebeuren. Ik heb geen kleren meer. Ik kan toch niet bloot op straat. En mijn katten verhongeren. Mijn eten is ook op. En thuis is smerig, hè. Zeg, en de ramen zouden moeten gedaan. Mijn dochter komt op bezoek. Ja, ik weet het. Maar ik begrijp dat jij dat allemaal in orde wilt. Maar ik heb ook maar twee handen, hè. En ik kom hier maar 4 uur. Dat is niet zoveel, dus we gaan... We moeten zien wat we er allemaal kunnen bijpakken, hè. Maar je gaat me daar toch niet mee laten zitten. Nee, wat moet ik doen? Maar Roger, ik ga je niet laten zitten. Nee, maar dat is echt niet te doen. Nee, we gaan dat opnieuw bekijken, Roger. We gaan die lijst bekijken en we gaan kijken wat we kunnen doen deze week. En de rest doen we volgende week, hè. Huh? Zeg, en er zijn misschien ook nog opdrachten dat je kunt aan uw dochter vragen, hè. We gaan eens zien hier. Nou... Oké. Zo had ik het nog niet bekeken. Ja. Zo. Mijn dochter vragen. Ja.